Hier waren we vorige keer gebleven, toen we het hadden over flux en inductiespanning. En we hadden gezien dat er een inductiespanning in een spoel wordt gegenereerd wanneer er een fluxverandering plaatsvindt, dus wanneer het aantal veldlijnen door die spoel varieert. In deze webles gaan we kijken waarom dat is en welke wet erachter zit. En we gaan ook iets kunnen zeggen aan het einde van deze les over de richting waarin die spanning staat. En dat gaan we doen aan de hand van de wet van Lenz. En de wet van Lenz vertelt wat er gebeurt in die spoel wanneer de veldlijnen door die spoel veranderen. En dat gaan we bekijken in het volgende voorbeeldje. Rechts is een spoel en links komt er een magneet het veld binnen. En hoe dichter bij die magneet komt, hoe meer veldlijnen er vanaf de noordpool van die magneet door deze spoel zullen lopen. Dus terwijl die magneet dichterbij komt, verandert de flux door die spoel. Die flux neemt toe. Nu hebben we deze spoel, de uiteinden ervan, hebben we verbonden met elkaar. En hier zit zelfs nog een lampje in. Dus we hebben ook een gesloten stroomkring. En dat houdt in dat er ook een stroom kan gaan lopen. En die stroom heet dan de inductiestroom. En we gaan kijken of we kunnen achterhalen in welke richting die inductiestroom gaat lopen. Wat gebeurt er nu? Doordat die magneet dichterbij komt, gaat die spoel die gaat een zogenaamde tegenflux maken. En hoe kun je dat aan jezelf uitleggen? Die spoel wil eigenlijk dat de situatie blijft zoals die is. En de situatie was, er is geen magneet, dus er zijn geen veldlijnen die door de spoel lopen. Wanneer er nu wel een magneet dichterbij komt, komen er veldlijnen van rechts, van links naar rechts door de spoel. Wat gaat de spoel doen? Die gaat een tegenflux maken, die gaat zorgen dat er ook veldlijnen van rechts naar links gecreëerd worden. En hoe doet die spoel dat? Door een inductiestroom te gaan lopen. Want we weten dan, met onze rechterhandregel kunnen we dan herleiden, de vingers in de richting van de stroom, dan geeft de duim aan de richting van de noordpool van die spoel. En die geeft dan ook eigenlijk aan de richting of de kant waar dan de veldlijnen de spoel uitkomen lopen. En de spoel wil in deze richting veldlijnen erbij maken, want dan gaat hij het te veel aan veldlijnen door de magneet gaat hij dan tegenwerken. Nou, en ga maar zelf kijken met je rechterhand. Als je in deze richting veldlijnen wil bijmaken, de duim moet dan naar links staan, dan kan het niet anders of de stroom moet er zo doorheen. Dus dan gaat de stroom lopen door de spoel en die stroom zorgt ervoor dat die blauwe tegenflux wordt gegenereerd. Het mooie is dat als er een stroom gaat lopen en we hebben hier ook een lampje in de kring, dan gaat er dus een lampje branden. Dus je krijgt hier de situatie dat door een magneet te bewegen in de buurt van de spoel, je gaat zorgen dat het lampje gaat branden. En dat lampje gaat dus branden omdat er een inductiestroom wordt gegenereerd. Je kunt het ook anders zeggen. Je kunt zeggen, die spoel die wordt zelf een elektromagneet met de noordpool aan de linkerkant, want dat is de richting van de duim, en de zuidpool aan de rechterkant. En dan kun je ook zien dat het dus tegen gaat werken. Door aan die kant een noordpool te maken, gaat de spoel tegenwerken dat de noordpool van die magneet dichterbij komt. Want noord en noord stoot elkaar natuurlijk eigenlijk af. Dus het naderen van de magneet wordt tegengewerkt. En dit wordt allemaal samengevat in de wet van Lenz. Dus de wet van Lenz zegt iets over hoe loopt er nou een stroom door zo'n spoel als de inductiespanning wordt opgewekt. De wet van Lenz zegt het volgende. De inductiestroom heeft zo'n richting dat de oorzaak van zijn ontstaan, en de oorzaak is hier dus het naderen van die magneet, dat die oorzaak wordt tegengewerkt. En dat wordt dus gedaan door aan deze kant een noordpool te creëren en noord en noord stoot elkaar af. Nu gaan we de andere situatie bekijken. De magneet staat nu stil bij de spoel. Nou, hier kunnen we ook iets over zeggen. Zolang deze magneet niet beweegt, verandert de flux door deze spoel niet. Dus er is wel een flux, maar hij verandert niet en daardoor krijg je ook geen inductiespanning en ook geen inductiestroom, zal dit lampje niet gaan branden. Maar op het moment dat de magneet weggetrokken wordt, verandert hier de flux door de spoel en krijg je eigenlijk hetzelfde verhaaltje. Die spoel die merkt dat de flux verandert, dat wil hij tegenwerken. Er gingen veel
veldlijnen van links naar rechts door de spoel. Als je de magneet wegtrekt, wordt het aantal veldlijnen wat van links naar rechts door de spoel gaat, wordt minder. Wat gaat de spoel doen? Die gaat de verandering tegenwerken. Die gaat dus extra veldlijnen van links naar rechts maken. En dat noem je een meeflux, want de veldlijnen die de spoel nu gaat maken, hebben dezelfde richting als die veldlijnen van de magneet. Hij gaat dus in deze richting veldlijnen maken. En dan kun je weer met je rechterhandregel kun je achterhalen, als je nu je duim naar rechts moet houden, dan loopt de stroom zoals nu aangegeven is. Die loopt precies de andere kant op door die lamp. Dan maakt dat voor het lampje niet uit. Het lampje gaat ook weer branden, dus op het moment dat ik de magneet wegtrek, gaat het lampje branden. Dit noemen we dus een meeflux. En de inductiestroom heb ik wel aangegeven. En de spoel wordt nu ook weer een elektromagneet. De noordpool aan de kant waar de veldlijnen de spoel uitkomen. Dus de linkerkant van de spoel wordt nu een zuidpool. En is dat logisch? Ja, dat is heel logisch. Want de wet van Lenz zegt al dat de spoel de verandering wil tegengaan. De verandering is hier het weggaan van die magneet. En je ziet hier nog net de noordpool van die magneet. Hoe kan die spoel dat proberen tegen te houden? Door hier een zuidpool te creëren. Noord en zuid trekken elkaar juist aan. Dus het weghalen van de magneet wordt hier tegengewerkt. En de wet van Lenz geldt hier dus ook. De inductiestroom heeft zo'n richting dat de oorzaak van zijn ontstaan ook hier wordt tegengewerkt. Maar nu dus met de meeflux. Goed, hoe kunnen we de wet van Lenz voor onszelf formuleren? Dat kan op... het boek komt naar twee opties. Ik geef nog een derde optie bij. Je mag zelf kiezen welke je het prettigst vindt. Formulering 1 van de wet van Lenz is het volgende. Als in een spoel de flux toeneemt, dan zal de inductiestroom altijd een tegenflux opwekken. Als in een spoel de flux juist afneemt, dan zal de inductiestroom zorgen voor een meeflux. Je kunt ook anders zeggen, de inductiestroom heeft zo'n richting dat de oorzaak van zijn ontstaan wordt tegengewerkt. En formulering 3 vind ik zelf ook wel een aardige. Als je nou die situatie bekijkt die we net hadden, dan zie je dat er een lampje gaat branden in die stroomkring van de spoel. Om dat lampje te branden heb je energie nodig. De vraag is natuurlijk, waar komt die energie vandaan? Nou, die energie komt uit de beweging van die magneet. Stel maar voor dat je die magneet in je hand hebt en je beweegt die magneet dichter naar de spoel toe of juist verder weg. Dan moet jij dus blijkbaar een bepaalde arbeid uitoefenen. Je moet extra moeite doen om die magneet te kunnen bewegen. Die arbeid die jij extra moet uitvoeren, wordt omgezet in elektriciteit. En hoe kun je dan dus zeggen? Met een inductiestroom wordt elektrische energie opgewekt. Als jij de magneet dichterbij wil hebben, dan wil je dus, de flux laten toenemen. Dan wordt die magneet weggeduwd door de spoel. Dan moet je extra duwen om die magneet naar de spoel te krijgen. Wil je die magneet dan weer weghalen, dan moet je ook weer extra trekken. Want nu wordt die aangetrokken door die spoel. Dan moet je extra trekken om die magneet weg te halen. Je moet dus twee keer arbeid uitoefenen. En die arbeid wordt dus omgezet met die inductiestroom in een elektrische energie waardoor het lampje gaat branden.